Je wilt aan alcohol- en drugpreventie doen. En dat liefst op een manier die zoveel mogelijk effect heeft. Uit Europees onderzoek weten we dat niet elke aanpak een garantie is op succes. Sterker nog, soms kan een aanpak averechts werken. We weten bijvoorbeeld dat gebruik ontraden door te waarschuwen voor risico's niet werkt. Ook mensen de les lezen of zich schuldig of beschaamd laten voelen, werkt niet. Hetzelfde geldt voor afschrikwekkende beelden en voor eenmalige campagnes of acties zoals het inzetten van drugshonden. Wat werkt dan wel? Voor alcohol- en drugpreventie met resultaat vertrek je beter niet vanuit een buikgevoel. Kies voor acties waarvan we weten dat ze werken. Daarvoor kan je beroep doen op de preventiewetenschap. Deze wetenschap onderzoekt wat wel en wat niet werkt, om zo het ultieme doel van alcohol- en drugpreventie te realiseren. Problemen door alcohol- en druggebruik voorkomen. En mensen, indien nodig, leren omgaan met problemen die ontstaan door middelengebruik. Zo krijgt iedereen de kans om het beste uit zichzelf te halen. Om dit doel te bereiken hebben we effectieve preventie nodig. Maar hoe pakken we dat aan? Hoe we denken over middelengebruik en hoe we ons gedragen wordt beïnvloed door onze persoonlijke eigenschappen en door de omgeving waarin we leven. Maar ook door de manier waarop onze persoonlijke eigenschappen en onze leefomgeving op elkaar inspelen. De invloed die onze omgeving uitoefent verandert bovendien doorheen ons leven. Van kind over jongvolwassenen tot volwassenen. Daarom vraagt elke levensfase een aanpak op maat die niet alleen afgestemd is op het middel, maar ook op de specifieke doelgroep en zijn omgeving. Preventie stopt dus nooit. Bovendien bestaat het uit een combinatie van acties die zich richten op de omgeving van gezin, school, werk of vrije tijd, de verschillende sleutelfiguren binnen deze omgeving en tenslotte ook op het individu. Je kan bijvoorbeeld de omgeving zo aanpassen dat de gezondste keuze de makkelijkste keuze wordt. Je kan streven naar een leef- en leerklimaat waarin iedereen zich goed voelt. En daarnaast ook de vaardigheden van ouders, opvoedingsverantwoordelijke en belangrijke sleutelfiguren versterken. En je kan inzetten op individuele vaardigheden om beter te leren omgaan met problemen of groepsdruk. Wat je ook doet, één ding is zeker. Eenmalige of losstaande acties hebben weinig of geen effect. Wil je resultaat boeken met je preventie-initiatieven? Werk dan aan een aanpak op lange termijn die problemen met alcohol en andere drugs helpt voorkomen. Combineer daarbij verschillende acties binnen je organisatie, werking, stad of gemeente. En kies steeds voor acties op maat van de doelgroep, waarvan geweten is dat ze werken. Al deze initiatieven hebben een plaats in je alcohol- en drugbeleid. Heb je ondersteuning of meer informatie nodig? Dan kan je terecht bij een preventiewerker in jouw buurt.